Zit hier dan wel een crafting table ergens? Please. Please. Ja, hier kan ik een huisje in. Please laat hier een crafting table staan. En heel snel. Hallo kijkers van Gaz Games. Hier ben ik weer met een nieuwe video. En zoals jullie zien zijn we weer op de Blitz Survival Games. Ik ben hier vandaag weer alleen. En we gaan eventjes een paar potjes proberen te spelen. We gaan even kijken of we kunnen winnen. We gaan natuurlijk eventjes met de Night Kit spelen. Mensen zeggen, ja Dylan, je kiest te vaak dezelfde kit. En ja... Het is ook wel zo, maar aan de ene kant, het is mijn ene level 9 kit en het is ook mijn beste kit. Dus ik zat eigenlijk te denken van, zal ik nou doorsparen voor een level 10 kit? Of zal ik zeggen van, yo, ik neem een level 9 kit erbij en dan heb ik meerdere kits om met te spelen? Ja, dat is toch wel eventjes de vraag die ik heb voor mezelf, want ik wil wel graag een andere kit kiezen. Maar het is gewoon op dit moment te lastig. En waarom zitten er zoveel mensen achter mij aan? Rot is op. Even serieus. Wauw. Ik heb een hele groep achter me aan volgens mij en ja, het is een beetje vervelend. Ze moeten mij weer focussen natuurlijk. Ik probeer gewoon een beetje weg te rennen, want het is momenteel echt een chaos. En niet mij gaan slaan dan. Jongen. Ik hoop dat als ik mijn kit heb, jongen, dat ik me om kan draaien en dat ik jullie gewoon echt allemaal finaal in elkaar beuk, weet je dat? Ik ga gewoon lekker het water in. You, kalm man. Zo. Ik weet niet wat ze van plan waren, maar in ieder geval, ik duik hier gewoon lekker het water in. Ik vind het wel prima. Ik wacht even op mijn kit en dan ga ik weer naar de zijkant. Want ik heb geen zin om de hele tijd gefocust te worden natuurlijk. Ik weet niet wat hun plan daarachter was. Ik wil een free kill geven, dat zou nice zijn. Kill Masterino gaat met mij vechten. Doei. Dankjewel voor je kit. Hij wil een free tand kill geven. Awesome, dankjewel. Dat zijn in ieder geval weer twee kitjes erbij. Hoppakee, ik heb een lekker gouden wortel gekregen. Ik zie daar mensen vechten. Ik denk dat ik eens eventjes iets ga doen. Hey, free kill. Dankjewel voor deze free kill. What the fuck? Opeens is het free kill tijd. Waarom moet je dit zoiets doen? Waarom moet je zoiets doen? Echt typische armor 9 of armor 10 scrub. Snel rennen. Want anders gaan we de gevarenzone in. Ik zie dat ik zwaar getarget word. Nee, en het water in. Joe, kalm man. Hop, kalm man. Zo. Daar heb ik helemaal geen zin in, jongens. Die armor 10 scrub heeft mijn... Of armor 10, weet ik van wat het was. Die heeft mijn kill al opgeraapt. Dus daar was ik al niet zo blij mee. Dus dan gaan we gewoon lekker even wegrennen. We hebben helemaal geen zin daarin, jongens. Ik zie hier wel iemand op dit eilandje staan. Ik drink gewoon mijn resistance bottle. En we gaan er eens even op afrushen. Let's go. Hij heeft hype train. Kom op. Kan ik deze aan? Ja, oké, deze konden we net aan. Oké, dan moet ik wel eventjes denk ik wegrennen. Ik weet niet of de mensen nu onderweg naar mij zijn. Ik durf het niet te zeggen altijd, hè. Nee, ik zie geen naampjes hier zo nog, dus we kunnen gewoon lekker rustig verder. We gaan weer naar de overkant toe, want hier hangen heeft ook geen zin. Dan moeten ze allemaal naar mij toe komen en dan, ja, dat duurt allemaal zo lang. Heb ik ondertussen arrows? Ja, ik heb wel arrows. Nice. Dus mochten ze vervelend gaan doen, dan spring ik gewoon het water in en dan ga ik ze neerbogen. Hoeveel arrows heb ik? 11. Nou, is toch wel zat om eventjes flink wat damage bij iemand te doen. Voor de rest zijn er nog een paar mensen. Volgens mij is die armor kit ook nog steeds alive. Ik hoop het niet eigenlijk, want die heeft mij ook maar mijn free kill opgeraapt natuurlijk. Ik weet niet of die nog alive is trouwens. Ik denk dat de OB de Korn was. Ik ga denk ik snel naar het midden toe. Ik zie dat er iemand daarboven is. Is er ook iemand op het midden momenteel? Ik hoop van niet. Want dan kan ik snel enchanten. Enchanten? Ja, kan ik enchanten? Ik kan enchanten denk ik. Ik ga het gewoon doen. Hup. We hebben sharpness. Oh shit, wat doen we? Heb ik... Nee, huh? Wacht even, waar is mijn sharpness zwaard nou? Oh, hier, sharpness. Oké, ik schrok me al dood. Oké, vishengel op zijn goede plek. Voilà, we kunnen door. Oké, daar komt er een aan. Hup, vishengel. En we gaan vechten. Kom op. Ja, tuurlijk, ren maar. Hup, boogje. Oh, shit, in mijn rug. Turn. Kom op. Nee. Oké, rennen. Ah, helaas. Hopelijk wordt hij nu gecleaned hier. Vind ik wel leuk. Dit is typisch een armor scrub. Die gaat hem dan de hele tijd van zich afhouden. In ieder geval mensen, we gaan door naar het volgende potje. Mensen, dan zijn we weer bij de volgende game. Weer lekker eventjes een kit mode. Ik ga dit keer denk ik voor de creeper kit. Ik ga het gewoon het risico nemen. Tuurlijk is de kans groot dat ik achterna gezeten word door een van deze gasties. Dat is helaas wel zo.
Ja, en dan heb ik Creeper Tame en dan krijg ik wel een Iron Body natuurlijk met een stom zwaard erbij. Maar goed, we gaan het gewoon proberen. Het is een keertje wat anders, omdat mensen erom vragen. Hoppakee, we pakken hier even een zwaard, we pakken hier nog wat food, we pakken hier helemaal niks. Nou oké, yo, ik ga er vandoor. Jongen, ik ga denk ik maar deze kant op. Ik heb volgens mij iedereen een andere kant op en hier gaat helemaal niemand heen. Oké. Misschien dat we dan gewoon rustig eventjes hierheen kunnen rennen. Ik zie hier een kistje staan. Even looten. Nou ja, niet echt iets bijzonders. Hoppakee. Visit die botten op mezelf. En gewoon lekker rennen. Oh, ik zie hier wel iemand met een iron body lopen. Nou ja, die krijg ik straks ook. Dus dat is niet echt een probleem of zo. Wel is het probleem nu dat ik nog helemaal geen leggings heb gevonden. Geen helm heb gevonden. En voor de rest alleen een zwaard. Dat is wel een groot probleempje, zeg maar. Want ik kan nu straks kan ik wel me verdedigen met alleen een iron body. Maar dat is niet al te chill. Oké, we gaan hier vechten, denk ik. Kom op. Oh, nee. Kom op, niet rennen. Oké, hij gaat het water in. Jammer. Oké, we hebben Creeper Kit. Ik weet niet wat mensen allemaal gaan doen. Ik zie hier wel heel veel mensen om me heen. Oh, deze geeft een free kill. Awesome, man. Thank you very much. Wat gaan we doen? Gaat deze vechten met mij? Ik denk het niet. Nee, hij geeft ook een free kill. Awesome. Oké, dit is wel echt super lekker bij mijn Creeper Kit. Want ik heb nu denk ik leggings. Ja, leggings, boots, helm en een beter zwaard. En ook nog eens een horse kit. Nice. We gaan hier vechten denk ik weer. Kom op. Hij heeft me gesloten. Please laat mij niet killen door deze vent. Oké. Dat scheelde heel erg weinig. Dat scheelde echt super weinig. Ik moet zeggen, hij heeft netjes gevochten, want ik kon hem eigenlijk bijna niet aan. Hier liggen nog wel echt een heleboel bottles die we even op gaan rapen. We zijn helemaal voorzien van speed en alles. Er liggen hier nog wel een iron body die ik eigenlijk even mee wil nemen, want ik gun niemand die iron body op dit moment. Zo. Oké. Wauw. We gaan nu eventjes verder weer deze kant op, want we hebben nu speed bottles. We hebben wat creepers, die ga ik even spawnen. Ik heb hier een regeneration bottle. Ik ben eigenlijk best wel stacked wat dat betreft. We gaan het gewoon proberen, mensen. Ik weet niet, er zijn nog twee mensen. Volgens mij is die ene best wel goed. Ik weet het niet. Ik ken ze voor de rest niet heel goed. Ik zie daar wel iemand staan. Ik ga gewoon een speed bottle drinken en we gaan erop af. Ik heb ook nog horse, hè. Ik heb nog een horse, maar ik heb het saddle niet. Oh, nee. En nou komen we hier iemand tegen die heeft een paard. Oh, jee. Wat gaan we hier doen? Het is hier chaos. Oh jeetje. Ah, zo verdorie. Ik had eigenlijk helemaal niet in gevecht moeten gaan. Hij was zo low. Ik had het eigenlijk moeten winnen. Maar goed, ja mensen, we gaan gewoon door naar de volgende game. Daar zijn we dan bij de laatste game. En we gaan gewoon eventjes een solo no-kitje doen om het af te sluiten. Want ja, dit is natuurlijk ook wel even leuk. Op kit mode lukte het niet. Misschien dat het hier wel lukt. We gaan het gewoon zien. Hopelijk krijg ik iets moois uit mijn spawn chest. Kom op, body. Misschien nog een zwaard. Nee. Oké, ik moet wegrennen. Ik wil eigenlijk altijd direct naar de gate toe. Want hier binnen is het altijd zo'n chaos totdat iedereen eruit is. Dan wordt het gewoon rustig. Kijk, dat bedoel ik. Mensen beginnen daar al te vechten. Ik ga snel doorrennen, want ik wil niet midden in die rommel terechtkomen. Kom op, geef me hier een zwaard uit. Ja, een zwaard. Oké, heerlijk. Kan ik mezelf nu gaan verdedigen? Nou, er zit niemand achter me aan momenteel. Dus we gaan lekker snel hier eruit. Dan zijn we tenminste in het normale gebied terechtgekomen. Helmpie er nog bij. Oké, nice. Hier staat nog een chest, bottles. Nou ja, ik ga niet terug naar de spawn rennen, ondanks ik nu één level heb. Want dat is te ver terug. Even kijken, er zit ook niemand achter me aan. Oeh, dit is wel eventjes sexy. Ik kan gewoon eventjes gewoon rond blijven derpen. En dan kan ik even rustig gewoon mijn loertjes gaan pakken. Want af en toe is het echt een chaos. Dan wordt het de hele tijd achter me aangelopen. En mensen gaan tegen mij praten in privé, terwijl ik gewoon lekker rustig een blitzgamepje zit te spelen. Dan ga ik niet reageren, mensen. Oké, hier ligt nog wat. Stone Sword. Oké, die hadden we al, maar goed. We hebben in ieder geval een Stone Sword. En die hebben we ook weer uit de game gehaald voor iemand anders natuurlijk. Ik weet hier nooit chesten te vinden, jongens. Oh, hier staat er eentje. Hoppakee, een helmpie. Hebben we al. Nou ja, wat zit... Ja, dit is gewoon een sign in random. Daar staat nog een chest. Volgens mij hebben we die nog niet gehad. Kom op, geef hier ons eventjes een leuke legs uit of zo. Nee. Hé, verdorie. Dan moeten we maar fights op gaan zoeken. Ik zie ook dat er ondertussen mensen aan deze kant zijn. Dus we gaan er even heen. Ik zie dat er eentje in het huis zit. Oké. Dit wordt dan een dicht op elkaar fight. Want ja, ik ga gewoon het huis in en ik ga kijken wat er gebeurt. Waar moet ik eigenlijk in?
Jeetje, moet ik er helemaal omheen? Hier, deur. Oké, hij zit hier nog steeds binnen, hij zit hier. Oké, snel erachteraan. Hij gaat er vandoor. Nee, hij gaat er niet vandoor. We gaan fighten. Kom op. Ja, oké, die hebben we. Nice, dat hebben we goed gedaan. Even snel terug naar boven. Hij had ook geen boots volgens mij. Oh, wel twee gouden appels. Holy shit, dat is wel chill. Dit helmpje even op. Oké, er komt iemand aan. Wat gaat hij doen? Gaat hij naar mij toe komen? Nee, hij gaat er weer vandoor. Oké, hij denkt toch van, wauw. Oké, we gaan fighten. Fight. Hoppakee, die is ook down. Had deze wel boots? Deze had zeker te weten boots. Nice. Oké, we kunnen weer door. We hebben nog steeds een half hartje over van onze gouden appel. Heb ik ook iets van andere bottles? Ik heb een resistance bottle. Nou ja, niet zo heel erg perfect of zo. Maar kan handig zijn. We zijn nog met z'n vieren. Of tenminste vijven waarvan ik erbij. Hier zit ook ergens iemand. Zit hij dan in het water te campen daar, joh? Ga je het dan niet menen? Oh nee, ik zie zijn naam. Ik denk dat ik de gouden appel voor de deadmatch hou. Ik ga gewoon vechten. Hup, kom op. Oh, flawless. Mag ik dat zeggen? Dat ga ik zo zeggen. Hoppakee, die leggings aan. Nou beginnen we toch wel close te komen tot de deadmatch. De blitzer. Juist. Gouden appel eten. Oh shit, verkeerde. Ik had mijn zwaard in mijn handen. Ik had mijn stick in mijn handen. Kom op. 1 hit. Yes. Oké, die hebben we ook down. Snel alle spullen pakken. Iron chestplate aan. Max blitz. Oké. Nice. Oké, de deadmatch gaat ze ook beginnen. We hebben een paar mooie fights gehad. Dus ik ben in ieder geval al blij. Kijken of we dan de game ook nog weten te winnen. Ik hoop van wel. Het zou leuk zijn. Vishengel even goed zetten. Die even goed zetten. Oh shit. Ik moet een crafting table zoeken. Crafting table. Ik moet een huisje in. Huisje. Waar kan ik die huisjes in? Hè? Zit hier dan wel een crafting table ergens? Please. Ja, hier kan ik een huisje in. Please laat hier een crafting table staan. En heel snel moet ik hem hebben. Ja, oké. Sticks. Iron ingots. Zwaard, oké. Dat hebben we ook nog. Nice. Even kijken hoor. Oh, Iron Sword in de laatste seconde nog gecraft. We gaan deze potion drinken, denk ik zo. Good luck to the people die er nog in zitten. Ik ben benieuwd. Wat gaan ze doen? Gaan ze met elkaar vechten? Gaat ik vechten? Oké, ze zijn nog allebei aan het wachten. Even kijken. We gaan gewoon voor deze man. Oh jee. Waarom haak ik niet? Ik raak niet. Oké, snel terug. Ren. Ren, Dylan. Ren. Oh jee. Rust. Oh, periode van rust is onderbroken door een boog. Oh jee. Oké, wat gaan ze doen? Hij zegt no problem. Ja, hij heeft me eigenlijk wel gesaved, want ik ging echt dood daar zo. Oh jee. Ik wil eigenlijk niet gaan vechten nu. Ik moet regenen. Iedereen blijft er staan. Clean me, Dylan. Oh jee. Ze gaan vechten. Dus ik moet nu gaan cleanen. Oh jee, hij gaat naar boven. Waar gaat hij heen? Hij gaat die kant op. Oké, wat gaan ze doen? Oké, hun gaan vechten. Moet ik er nou achteraan gaan? Ze gaan gewoon blijven rennen. Oké, weet je, moshpit. We gaan voor de moshpit. Moshpit. Ja. Oh, hij gaat met boog. Oh jee. Oké, die is neer. Oké, nou die andere nog. Ik weet niet wat hij gaat doen. Gaan we vechten. Ja, sure. Oké. Hij wil een 1v1 doen. Prima. Even wachten tot ik mijn HP'tjes heb. Ik vind het wel grappig. Mensen die willen gewoon een 1v1'tje doen. Nu kan het. Let's go dan maar, denk ik. Oké, let's go. Up. Kom op. En we hebben gewonnen. GG. In ieder geval mensen, ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vonden jullie het nou leuk? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Laat even een leuke reactie achter. Vergeet niet even te abonneren als je nieuw bent. En mensen, ik zie jullie weer in de volgende video. Later.